Ik kan niet wachten om vol Latifi te gaan en laatste te worden. Ik ga denk ik vol Grosjean. Jongens, jullie mogen hier geen grap over maken. Nou, in dat geval ga ik full Max Verstappen. Dan val ik bij de eerste bocht val ik eruit. En dan wordt de rest van de video, dan kijkt niemand meer. Want dan gaan ze lekker wisselen naar ons PSV. Ah, dames en heren, leuk dat jullie kijken. We zijn weer terug met GTA. We zijn met Mark, Matty en Raoul. Hoe moet je gas ook weer? Driehoekje. Oké, okay, driehoekje, dankjewel. Alle leuke bugs zitten. Hé, wie is die roze? Hé, er zijn twee roze! Ik denk jij gaat gassen, maar je deed helemaal niks, man. Nee, omdat ik wist dat jij dat ging doen, Roel. Ik had je door. Jij wist het, hè? Zo, maar er zijn dus, we hebben alle leuke bugs zitten vandaag uitgenodigd. We hebben Koen eindelijk geskipt en ik mis Milo een beetje, jongen. Oh, dat is Viva Rosso, 4-1! Oh, jammer! Mark, waarom ben jij roze? Ik wilde mijn vrouwelijke kant omarmen. Ja, dan ga ik jullie beuken. Ik ga eraf gieten. Ik sta niet ver laatst. Doe maar, dankjewel, jongen. Kan ik eindelijk doen wat ik in het echt wilde doen. Mark de berg af giet. Noem me. Hij is nu echt daadwerkelijk full Max Verstappen. Zo. Zo, mocht je dit nou echt hartstikke leuk vinden, dan moet je echt het duimpje omhoog doen. Ja, willen jullie Mark, weer hou vaker, nou je kop. Je bent de item van mij, Latifi. Vaker GTA met de bankzitters. Laat het dan achter, dan kan Koen meedoen en dan kan Milo er ooit erbij zijn. Misschien ook weer een keer meedoen. Nee, die willen we niet. Ik miste Milo tegen Mark battle. Ja, Mark, dat is ook een beetje beter voor mijn humeur altijd. maar... Hey, maar ik zit allemaal leuk te doen, maar we moeten zo nog stunten. Dus willen mensen een keer gewoon de oude gang... Zo, dat is misschien wel leuk, maar de oude gang kan nooit, want Koen gaat nooit met Matthijs opnemen. en Matthijs heeft een Xbox One ook. Ja. Nee, die wil niet eens meer gevraagd worden door ons, dan kan hij dat als smoes gebruiken. Oh shit. Oh, wacht. Ik ben gecrashed. Hé, daar stond iemand. Gaan we nog stunten? Ja. Kom dan, Mark. Ja, maar dan zijn wij niet. Gaan we nog stunten? Oh, we stunten al. Hoe doe je dit? Nooit halen. Hoe doe je dit? Het voordeel is... Maar Raoul is er al zeker. Nee. Ik ging net voor de checkpoint. De laatste looping ging eraf. Kijk, kom op. Je moet wat gaat mij sowieso weer tikken? Je controller zo min mogelijk aanraken, Matt. Je moet alleen Je corrigeert alleen, hè. Tikjes. Ja, tikjes. Ik dacht dus dat ik dit goed deed, maar dat was niet. Zo, maar ik moet zeggen, die PS5 krijg ik zelfs ziek, man. Die heb ik al €70 voor betaald, dus dat vind ik wel terecht. Hij komt pas in januari, of in 2021 uit. Fucking triest, jongen. Dat zo lang duurt. Like als je dat oneerlijk vindt, mensen. Maar Rockstar is in principe toch... Ze hebben heel veel geld, maar ze hebben wel een klein team, toch? Met wat ze alles doen, of niet? Ja, want ze hadden natuurlijk Red Dead Redemption en toen hebben ze gewoon niks meer gedaan. Bro, deze stunt is ook lang. Jongen. Hij is zo tering lang. Ik heb hem, maar het leuke is dat ik nu checkpoint... terug moet. Jullie zeggen elke keer van, ik heb hem ook! Doe mee, want je kan hier niet slecht in zijn, dit lukt iedereen wel, en dan bedoel ik het weer en dit ga ik gewoon niet halen. Maar Matt, jij bent toch die Legend of Gaming? Nee, ja, man. Helemaal niet. Je moet even first person doen. Oh, is dat goed? Ik had hem in first person in één keer. Hoe doe je dat? Op je touchpad. Oké. Het kijkt denk ik niet heel lekker weg voor de kijkertjes thuis, maar... Boeien, jongen. Oh, maar ik kan jullie nu natuurlijk tegenkomen. Beter kom je ons niet tegen. Ah, nee! Maar tik Matt er even af dan ofzo. Dat first person kijkt niet heel lekker weg, maar op zich... Nee, dat raam is heel laag van deze auto. Nou Matt, daar kom ik aan. Roel, niet doen. Nee, Roel, dat ik nooit rijlessen moet gaan nemen. Hoezo, ik raakte hier niet. Jawel, je schampte me echt keihard. Helemaal niet. Jawel. Nee, je loopt weer te liegen. Waar zit dat checkpoint? Zou ik het nu kunnen halen als ik hem goed land? Ik denk het niet. Oh mijn god, ik sta stil. Nee, ik val alsnog, jammer. Oh mijn god, 40 minuten race. Mijn controller is leeg. Nee. Ja, oh kut, Matt, ik tik je niet aan. Lekker love you, Roel. Niet goed gedaan, ja. Oh kut. Nu moet je het wel halen, hè? Hé, maar hij komt mij nog tegen, natuurlijk. Nee! Dit is zo. Ik ga het nu alweer eens kwijt. Ik vind dit geen seconde leuk. Waarom heb ik ook ja gezegd om hier weer mee aan te doen? Groepsdruk, man. Dit is toch. Je moet elkaar toch tegenkomen en een beetje inhalen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Hoe lang duurt dit stuk? Hatsa, ik heb hem. Mark, ik heb wel. Ja, je hebt. Oké. Ik vind het wel fijn dat Matt meedoet. Het is een beetje beter voor mijn ego. Zo, die first person, dan reageert hij ook snel voor je gevoel, jongen. Je geeft zo'n mini-tikje en die auto begint te slingeren. Oh! Rob, zullen we wel een stuurtje aansluiten? Daar heb je tenminste een beetje gevoel in dat ding. Kan dat? Ik denk dat het kan, hoor. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Godverdomme. Ik heb een soort stick terug. Ik kan dit niet, gast. Als je ergens uit de blog vliegt, gewoon hem halen. Echt? Ja. Vertelt hij nu. Want? Nou, dan rij je om. Kun je gewoon om me heen rijden? Ja. Oh mijn god, kan dit echt? Ja, wacht. Maar ik ga hem gewoon eerlijk halen, jongens. Want dat doe ik voor mijn kijkers. Oh, dit wordt hem, hoor. Kijk, precies. Gewoon een klein tikje naar rechts en dat is hem. Nu hoef je dat niet meer te doen. Niks. Oh, ja.
Rob, kom op. Heel klein tikje naar links. Wacht, heel is Matt nou echt... Ja, Matt is nee! Ja, nee, wacht. Hier kan je niet erin spannen. Oh, ik ben ja, op zoek. Nee, hier kan het niet. Want hier kan je niet, kom je niet meer op. Ik ben, ik ben op zoek naar de checkpoint, maar die zit boven mij. Ja, maar je kunt volgens mij alleen van onze kant terug. Oh ja. Nee, dit is zo'n rol. Ik ga niet inspelen. Ik ga even koffie zetten. Ik ben zo terug. Maar even, Raoul is nu voor jou het spelen. Nee. Misschien. Je hoort Raoul ook al een dag lang niet meer namelijk. Raoul, kom nou onder dat bureau vandaan. Oh nee! Wat een lul! Hij zegt dat jij het deed. Oh, hij zit toevallig bij jou in de kamer. Matty kon niet verder. Nee, Roel is gaan kijken hoe ik het doe, weet je. Want anders zit hij ook bij alleen te spectaten. Dan kun je beter live spectaten. Ik heb hem nu gecheat. Ik haal hem wel. Hutsie! Weebaboom! Op zijn kop! Door de lucht! Kijk. Race 1. Hé, hey, vet man. Hé, hey, heb ik nog iets gemist, hè? Winker! Met zijn flow. Maat, waarom zit je niet in onze clan, man? Oh man. Ja, we hebben Mark gekickt, zelfs uit de GTA-clan is hij gekickt. Ik ga in de Spurs-clan. Come on, you Spurs! Hashtag Team Diemers. World record, 55 seconden. Nou jongens, dit wordt een hele snelle race. Als jullie ook dan natuurlijk zien dat het world record van Justin Kevin 2000 is, denken jullie ook van, oh, die is door iemand die 16 is of zo? Ja, maar die is dus gewoon al 20, hè? Iedereen vanaf 2000 en later is 13. Ja, dat heb ik dus ook. Terwijl ik zelf uit 98 kom. En jullie zijn allemaal boomers uit 95 en zo. 94, Mark uit 88. Je bent gewoon geboren in het jaar dat Nederland het Europees kampioenschap won en PSV de triple. Echt fucking ziek. Je zou denken dat je meer respect hebt voor je stiefvader, maar... Zo. Zo. Zeg je nou dat jij Rob's moeder neukt? Wow. Nee, zij mij. Oh, mommy, get the kill! Yay, dag Rob! Ja, die hadden we er ook bij gehaald, ja, dat is het ding dus. Wie had ik dat te pakken? Was jij het, Roel? Ja, nee, was Rob. Was ik, leuk man. Leuk lachen voor de video, leuk voor de video. Leuke content dit. Hey, zullen jullie elkaar nou even allemaal beuken? Ja, dat gaan we doen. Ja, missie Mark! Ja, dan racen we z'n drieën! Mark, je had een dubbel! Ah, wie ging daar nou weer? Hey joh, blijf eens even van mij af, joh. GTA 5 in 2021 is mijn game. Ik was aan het remmen. Oh, wat een mooie kerstbomen. Radio staat ook zo hard, terwijl je die net uit hebt gezet. Ja, hier gaat me altijd toch af, dus dit is echt zeer hutserige Christmases. Heb je het in één keer gehad, Mark? Ja, tuurlijk. Mark, je staat fucking ver voor. Maar de record was 55 seconden, dus ik denk dat het nu al bijna klaar is. Ben je al gefinished? Ja, ik ga nu finishen. Holy fuck. Oeh, deed je net voor de Robmeister. Hey, ik ben er door, maar... Nee, ben jij er door, man? Ik ben door bij die jump, ja. Ja, ik ook, maar haal ik het dan nog? Jawel, makkelijk. Ik vind het nu, ja, je had het nog, ja. Nee, ben ik laatste achter Matty? Hey, come on! Oh mijn god. Je moet zo naar links. Tegen die wal aan, tegen die muur aan. Je lult. Dit is weer net 2016. Ik moet er yes! Al de laatste keer. 5 seconden, man. Zuur, hoor. Dat had lekker geweest. Heb je ook zo'n grote lul? Zeg je ook echt als ik erbij ben? Dat is hoe Mark later les gaat geven. Dag kinderen. Ik ga biologie geven. Heb je ook zo'n grote lul? Vandaag gaan we doktertje spelen. Kai van de nou, like. Nou Samantha, kom maar even liggen. Meneer, wie bent u? Ja, zo, kinderen heten geen Samantha meer dan. Dan heten kinderen echt heel raar. Vlinder. Een vlinderbuik. Nee. En soep. Een storm. Nee, echt van die tante nee, en de naam. Storm is nu. Dan zit je echt bij nou. Diamond. Nee, dan heb je gewoon een soort van, stuifmeeltje of zo, weet je wel. Boterbloempje. Kinderen gaan later missen, Mark. Doe even iets anders dan roze, Mark. Hé, Mark, kom op. Boterbloempje is trouwens echt een goede naam. Boterbloempje van de Graaf. Boterbloem, wat ben jij nou uitspoken? Ik ga mijn eerstgeborene later roze koek noemen. Maar eigenlijk moet het dan in het Engels, dus boterbloempje Mark, is Mark, hoe moeilijk is het nou om dan buttercup niet roze... van de Graaf. Ik had orange geselecteerd nog wel. Besef, jij gaat je kind roze koek noemen, dan kan iedereen het roze koekenspel op jouw dochter doen. Ja, Kaulo mooi. Ah, tief nou op! Oh, ik dacht dat we naar links moesten. Wat dacht je dan helemaal verkeerd? Je ging naar rechts, wat een lul. Tim had het adres denk ik verkeerd ingesteld, als Tim. Denk dat je het uit wil pakken, dat kan niet. Actie. Oh. Maxi. Maar die rijdt uit. Toch niet redden. Hé, hey, bowlingballen. Ja, Roel, tik maar. Oh, what the fuck? Huh? Nou, dit slaat weer... Wat heb ik weer niet... Kiri. Dit is een lastig, hoor. Oké, dat ging bijna niet zo goed waar je heen moet. Oh, nee! Nee, ik had hem echt bijna!
Maar nou, nu kan ik hem dus nooit meer halen. Nou, Mark. Hey, Matt, wat doe je aan het doen, joh? Waar is die checkpoint? Oh, Matt, die zit hier boven. Je moet door de jump heen. Oh, Mark. Zeker weten. Mark. Dit was zo niet jij nodig. Jij moet gewoon meer gas geven. Ja, Matt, jij eet ketchup. Is het zeker weten hierheen? Weten we dat zeker? Nee. Jawel, ja. Je moet via dat ding. Nee. Oh, Mark. Nee, what the fuck? Nee. God, er is een tweede. Dat was een oprechte nee, dat vind ik mooi. Nee. Nee. Ja, hij zit zeer zeker in de lucht. Een checkpoint. Oh, god voor de rot. Geloven wij dit? Ik geloof dit meteen. Nou, jongen, ook first person haal ik hem totaal niet. Hé, maar waarom zit er... Nee, ik was er bijna, maar die zeppelin vlieg ik er 2 meter van tevoren af. Zeppelin. Oh, ik heb ketchup nu. Ik ga Mark zeker beuken, want daar heb ik echt koude van zin in. Oh, ik was er ook bijna. Ah, tyfus, ik ga er zelf af. Oké, calm as a bitch. Nee, maar dit is niet leuk! Nee, je bent gewoon slecht. Jij doet het goed, joh. Nee, ja, maar ik jij ben niet zo'n klaar. Jij gaat er goed uitzien op YouTube. Jij gaat er goed uitzien op YouTube. Dank je. Er zit toch zo'n verraderlijke knik in dat ding ergens. Ja, daar ga ik ook in de mist in. Want dan ga ik als een lipo sturen, maar dan gaat het weer fout. Als je spant, ga je ook de mist in. Maar dat komt omdat er gewoon heel mistig is in die tijd. Oh, nee, punchline! God, ik ga tegen dat gebouw aan. Noem me nee, laat nou, het is maar goed om te zeggen. Wat, Mark? Dit lijkt een beetje op onze bankzitters clippen shoot voor de nieuwe merch. Zo, lekker ja, roze. Van die roze show ding, yeah. Ik ga je elke keer omhoog. Waarom weet ik niet? Ik moet naar beneden daar. Ik had dus niet 2 rondes moeten instellen. Oh. Heb je 2 rondes? Ja, dat was een korte race was weer. Zo'n... Hij stond... Ja, maar ik zeg altijd, doe dat al één. Ja, maar hij stond op 4 of zo. Ik denk, nou... Ja, maar wij zijn downies. Accepteer dat nou eens. Nee, ik ben er weer 1 seconde vandaan. Wat ben ik een begonnen, jongen. Dan ga je 1 tikje doen en dan doet hij 360 gelijk. Jongen, na die zeppelin is het ook klein. Het is dun daar. Oh, jij bent al bij de zeppelin, joh. Nee, maar als je die zeppelin op wil, dat is echt dun daar. Lekker dun. Ik ben daar nu voor het eerst. Nee! Wow, het is daar echt dun, dat was ook een heel oprechte neus. Jezus Christus de paard. Heeft iemand hem al... Ik giet ook elke keer erbovenaf. Nee, we 1 meter voor het ding! Godverdomme, jongen! Ik zweer je, die zeppelin kom ik gewoon niet op. Oh, je moet daar nog op. Als je daar langs rijdt is het niet goed. Nee, als je langs is niet de checkpoint. Je moet dan nog die looping hebben. Nee, dat is niet te daar ben doen, ik nog niet man. Eens geweest. Oh mijn god. Ja. Wrong. Ja. Nee! Ja. Nee. Ja! Ik had hem zo wat, jongen. Heb je hem? Heeft iemand hem al. Dat is mooi. Je moet je hem nog een keer halen, want dan moet je 2 rondes. Je moet precies op het midden rijden. Ja, maar ook als je op het midden rijdt en je komt op het volgende stuk, dan zak je gelijk naar beneden ofzo. Boys, ik heb hem! Heb je hem nou? Ik heb hem! Ja, 14 minuten! 14 minuten, ik heb hem! Ik denk dat ik bij de volgende race ook gewoon ga kakken. Heeft iemand hem gehaald nog een? Ja, ik op Mattie's. Of Mattie heeft mezelf gehaald, bedoel ik. Ja. Dit geloof ik meteen. Rob, haal me even nog een keer. Hé, hey, jongen, easy. Please. Hier, ik ga eens even langs jullie af. Hoppakee. Oké, in 1 keer. Nee! Kut zeppelin. Ja. Heb je hem? Ja, mijn Matt heeft hem zelf. Oh, echt goed voor Matt. Ik ben aan het spectaten bij Matt. Ik ga hem ook 1 keer proberen voor de kijkers thuis. En dan zit na 20 minuten deze race er toch mooi op. Heerlijk is dit. Wat een heerlijk gevoel. Raoul eerste, Raoul ook tweede. Hé, wat? Dat je eerste bent en ook tweede, nee. Vind ik echt knap. Mattie is tweede, hij heeft het zelf gedaan. Oh mijn god. Oh, gelukkig haal ik hem niet. Ik was even bang dat ik hem zou halen, dan zou ik alsnog een DNF krijgen. Nou, ik nooit heb zo blij... genoten van dit set. nog nooit zo blij geweest met een nederlaag. Wauw. We zijn er vanaf. Oh, eindelijk. Yes. Nou, kleine dislike. Win 1000 betting? Ja, ikke. Godverdomme, op kut. Op jouw eigen bed? Op mezelf. Ah. Dat mag niet. Matt heeft me nu ingehaald. Beetje shady dit, hoor. En terecht, hoor. Beetje shady dit, hoor. Waarom heb ik 2 wielen? 2 wielen mee? Ja, voor als er daar geen afvalt. Kun je snel uitstappen met driehoekje? Dikke. Oh, nee.
Dikke winnie. Oh nee, je stapt niet uit met de Rieke trouwens. En dan kun je lekker... hey, dan vliegt iemand zijn motor. Oh, dan krijg je er overheen. En dan kennelijk word je de andere kant op gejiet. En dan kun je daar je wielen verwisselen. Daar ging het. Hey, ik ben een wiel kwijt. Wat een leuke race. Echt? Ja. Nou, hey, ik hoor ineens Maroon 5 op mijn radio, man. Ja, ik ook. Maar een nieuw nummer. Maar daar hebben ze dat dan toegevoegd. Oh, Rob. Ga je weer laatste worden in je eigen race. Oh, Rob. Fuck me. From behind. Yeah. Oh, nee, dat haal ik. Oh, nee. Nee, wat? Jij had het wel. Wat is dit nou voor onzin? Het moet ook altijd mij hebben. Ik haalde die jump niet. Ik moet vol Mattie eindigen. Dit is wel een cool parcours, hoor. Heb ik dan meer punten als ik vol Mattie eindig? Nee. Ik haal de jump niet. Ligt, nee, ik nee, wel, nee. Yes. Er zit, ik lig 2 punten achter. Maar er verschilt maar 2 punten, toch? Plek 3 en 4. Oh ja, 10 en 8. Kut. 1 ronde gewoon, toch? Ik rijd er langs. We zijn er al bijna, ja. Ik moet ook stoppen met dit spel ook, jongen. Ja, maar man, dit is nog wel... Ja, dit is wel... Ik kan dit spel gewoon niet. Maar die mechanics zijn zo slecht. Maar zeggen, nee, dat is leuk. Ja, het is ook leuk, maar... Ja, ik... Hey, nou, stop met janken. Nee, ja, ga door met janken. Is goed voor de content. Jongens, ik ben echt zo klaar. Jij kan nog bovenop eindigen, toch? Nemen. Moet jij even... Ik wacht gewoon met finishen. Come on. Ah, boe. Jij hebt hem toch al gewonnen, inderdaad. Wat een Duitser. Oh, Rob verneukt het. Matt, ja, kom op. Toch al gewonnen, dat is waar. Ik ben onderweg, joh. Boe. Ja, ik ben Matty aan het spectaten. Hoeveel checkpoints moet ik nog? Flikker tegen. Je moet ook altijd mij en dan nu wel finishen. Boe. Kom op, Matt. Hey, kom op, je kan het, jongen. Hé, hey, Matt, kom aan, jongen. Hé. Hey. Oké, niet te hard rijden daar. Oh, hij gaat het nog halen ook. Matt, rijdt tegen een boom. Nou. Oh! Ja! Nee! Ja, hij haalt het wel. Nee! Wordt erop weer laatste in zijn eigen video. 9, 8, gesloten. Ja! 7, nee! 6, 5, nee! 3, 2, 1! Ja! Ja! Hey! Wat een climax. Oh, op 1 seconde ook echt. Wat goed. Hé, hey, maar... Raoul, ook voor jou is er gewoon plek in hel, hoor. Dat is geen zorgen. Nee, maar weet je... Die plek die is toch wel lekker warm. Kan ik hem net zo goed... Omdat Mark ook nog heeft gewonnen, ben ik zelfs de laatste. Of niet? Ja, ik heb evenveel punten als Mark. Ja. Dit is laatst. Nou zie je, yes! Jullie staan... Yes! Mark staat laatste. Yes! Oh, dit is leuk zeg. Spannend. Mark staat laatste. Ja, het is afgelopen. Maar ik ben geen laatste gewonnen op een manier. Dames en heren. Mark heeft 2 races gewonnen. Oh, de meeste DNF's natuurlijk. Daar kijkt hij ook naar. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker even blauw duimpje omhoog. De laatste keer denk ik dat we met Matt hebben opgenomen. Maar ja, zo is het allemaal weer. Laat maar in de comments weten als jullie vinden dat Matt mee moet blijven doen. Joejoe!